Oh nee? Ja, dat is helemaal positief bedoeld. Zo, deze is mooi. Dat is een flink stuk leer ook. Ja, dat is het zijn hele huiden normaal. Het is midden. Zie je? Zijn poot hier. Zie? Oh, verdomme zeg, ja. Poot. Hier zat zijn kop. Dit is mijn patroondeel. Ik mis je leuk dat hier niet zoveel snijwerk aan zit, maar dan zal ik even het rechte stuk snijden. Want van de tas. Oké. Okay. En die snij je eigenlijk bijna dezelfde maat? Dat is, die is een halve centimeter aan alle kanten korter dan de tas. Oké. Okay. Ja. Kijk, dan kom ik hier merkjes voor mijn zak. Hier ga ik straks een zak opzetten in de voering, het ritsje. Die koop je gewoon zo in, ritsen? Ja, die koop je massaal in bij, ook weer bij de groothandel. Het is belangrijk dat je altijd heel goed spiegelt bij een tas, dat die goed symmetrisch eruit komt te zien. Dus dat niet je rits er scheef in zit, maar dat dat recht zit. Dus dat heb ik hier gemiddeld. En dit is ook mijn midden. Wat heb je echt met een meetlatje even? Met een meetlat, ja, centimeter is heel belangrijk in ons werk. Ja, maar hoeveel tijd zit er nou in totaal in het maken van één gemiddelde tas? Hè? Dat zal natuurlijk schelen, maar als je gewoon een, de gemiddelde tas die jullie verkopen. Gemiddelde tas, ik denk dat daar een uur of acht werk in zit. Ja. Ik ga nu een stukje naaien. Ik ga even mijn machine inrijden. Kijk, we hebben ook allerlei kleuren draad, dus je pakt het draad wat het beste bij je tas past. Of als iemand zegt, ik wil mijn tas met een tegenkleur doorgestikt hebben, dan kan het ook. Dat gaat wel. Oh. Dat gaat lekker langzamer. Nee. Even beginnen. En dit hoeft ook niet zo precies, omdat straks mijn tas hier weer overheen komt en dan wordt het nog een keer vastgenaaid. Oké. Okay. Ik knip hem af. Ik heb afgehecht en dan branden we hem nog even. Dat is goed. Zodat hij. Dat is dat. Zie. Ik heb dat, wij tekenen met altijd met een zilverstiftje op het leer. Zodat je kunt natuurlijk leer niet zo makkelijk spelden. Dus dat doen we met een zilverstiftje en dat kun je altijd later weer uitgummen. Ja, ja, ja. Dus zo kun je je markeringen aanbrengen. En zo teken je ook je patronen. Omdat je leer kun je niet spelden, maar je wilt natuurlijk wel je materiaal fixeren voordat je het naait. En dan gaan we naaien. Zo. En dan met een gat. Ja. En dan even kijken. Gaat er een rits in van 22,5. Oké. Okay. Dan ga ik eerst de onderkant naaien van de zak. Midden onder beginnen. Zo. Ja, ja. En dan gaan we die straks naaien, maar dat is eigenlijk hetzelfde handeling als wat je net gedaan hebt. Ja. Dus de buitentas op de voering zetten, dus die ga ik eerst inlijnen. Dit is speciale lijn
leren lijm of hoe heet dat? Dit is dus geen permanente lijm, maar dit is lijm ook weer om je tas goed vast te kunnen zetten, zodat je hem goed kan naaien. Het wordt het handvat. Die ga ik even snijden en dan ga ik straks hier een stempel op zetten. Maar omdat ik het handvat zo wil laten lopen, moet ik ook deze lijnen nog even markeren. Kijk, en aan deze kant ook. Maar het is belangrijk dat je dat allemaal uittekent voordat je tas in elkaar zit, want anders dan kun je er niet zo goed meer bij. Het is een brandmerk. Hier zit ons stempel in. Oké. Okay. Het ja-stempel. Zie? Ja. Dan heb ik uitgelijnd waar die moet komen. Ik hoop dat die in één keer goed gaat hoor. Ja, dat is voor mij uit als dat het goed is. Netjes hè? Ja toch? Mooi het midden. Ja. Een schalmapparaat. Dit leer is een beetje dik, dus dat wil ik dunner hebben. En dit is een heel scherp mes. En als je daar je leer langs haalt, dan schraapt hij een heel stuk van de onderkant af, waardoor je leer soepeler en dunner wordt en makkelijker te verwerken. Oh, dat gaat wel heel soepel. En wil ik hem nog een beetje dieper? Ja, maar dit is loeischerp, dit ding. Dus nu gaan we de buitentassen met de goede kanten tegen elkaar op elkaar naaien. Het is echt een rotte droge, dus dan kun je daar even wachten. En dan wil ik heel mooi de naden openslaan, zodat je een mooie strakke naad krijgt. Op de leest. Dus dan gaat de tas op de leest. Dan heb je een mooie harde ondergrond. Uitdroging. Maar ik heb eigenlijk ook nog nooit iemand gesproken die zijn tas insmeert. Maar dat weet ik ook. Ja, maar je doet je schoenen ook insmeren, ja, toch? Normaal gesproken zou je dat moeten doen. Dus een tas is eigenlijk hetzelfde materiaal. Ja, dus ook leer. Ja. Elkaar. Ik heb de voering ook dichtgestikt en dan hou ik één gat open zodat ik hem kan draaien. Je werkt eigenlijk letterlijk van binnen naar buiten. Klopt, ja, klopt. Ja. De eerste binnentas altijd de voering en zo werk je naar buiten toe. Dan slaan we deze nog een keer uit. Zie je, dus nu is mijn naad mooi plat omdat ik het geplakt heb. Oh, kijk. Prachtig toch? Toch, en dan gaan we hier nog het handvat aanzetten. Oké. Okay. De magische lijm. Weer met de lijm. Hier ook lijm. Deze zet ik midden op midden. En dan ga ik dit stikken. En dan gaan we hem zo verlijmen op de lijnen die ik net afgetekend heb. Weet je wel? Ja. Dan heb ik ondertussen een nieuwe ontworpen. Getekend. Anders ondertussen bezig. Nou, een nieuwe. Op deze lijn die ik net afgetekend heb ga ik stikken. En dan knip ik hem daarna hier af. Oh, dat laatste stuk is echt een kaakklus. Ritsje dicht. Nee, loopt er een klok bij. Ja? Denk ze dat ze een half uur zo'n tas gemaakt hebben? In een uur. Nee, er loopt geen klokje. Dat wel. Ja, fantastisch. Tada! De zwaan aan je schouders. Nou, het is vakwerk hoor. Maar het is mooi om te zien. Mooi hè? Had je
is mooi hoor. Mooi, mooi. Oké.